Goedemorgen, meester. U mag vandaag beginnen met een ritje naar de Eemshaven. Onderweg zullen we stoppen op alle terugliggende stations. Veel succes. Nou, dat komt wel goed, denk ik. Pauzeknop er vanaf. Deurtje open. Attebe. Ting. Lichies. Wel twee keer, anders gaan niet de goede frontzijnen aan. Heeft deze trein ook als een, Eemshaven als... heet hem hier opstaan, Eemshaven? Nee. Wat kan ik hier dan nu wel invoeren als Eemshaven er niet bij staat? Rode school? Oké. Okay. Waarom rode school? Waarom niet blauwe school? Maakt er nog wat uit? Groene school? Klinkt heel erg eco-vriendelijk namelijk. Heb je de Stanley Wing toevallig in je arsenaal aan treinen? Weet ik niet, Fade, of ik die heb gedownload, ja of nee. In alle eerlijkheid. Oh, is dat niet die? Zou dit niet eens moeten zijn of zo? Winkjes? Deze kun je afwinken. Succes met Eemshaven. Het is daar depressief. Is dat zo? Ja, dat zou wel kunnen kloppen, want dat zijn die gekke dingen met dieselbakken ertussenin. Alleen, ik denk dat deze dieselbakken waarschijnlijk van de GTW zijn dan, toch? Denk ik. In alle eerlijkheid. Zo te horen is het een wink. Inderdaad, ja. Alright. De deuren zijn gesloten. En wij kunnen gaan rijden. Oh ja, ze zijn flink aan het dieselen. Flink diesel de ozonlaag ingooien. Een dieselbak te... Oh, hoe trek je niks zo snel op, joh? Zo. Er is één dieselbak te veel. Nou, daar kan ik op zich niet heel veel aan doen, ben ik bang. Hoe is dit zo snel bijgewerkt? Het hele station is nog niet heel lang in verbouwing. Nee, de routebouwers hebben het station eigenlijk... toen deze route uitkwam, hadden ze het station al gebouwd. Als hij na de verbouwing had moeten zijn, volgens mij. Voor mij zeg ik het zo goed, dacht ik. Maar dat weet ik niet zeker. Leuk feitje. Er komen twee spitstreinen. We komen twee spitstreintjes tegen. Oeh. Spoiler alert! Zo. Even mooi screenshot van maken. Moeten wij mensen die spoiler niet bannen? rijden ook nooit meer, want Arriva heeft geen personeel. Oh, jammer joh. Oh, we moeten nog stoppen op Groningen-Noord zometeen trouwens. Even kijken, waar moeten we allemaal stoppen? Sauwert, Winsum, Buffalo, Warfum, Usquert, Uithuizen, Uithuizen-Meeden. Roordenschool en Eemshaven. Nou, wat een dondersgezelliger scenario wordt dit. Ook wel een lang scenario trouwens wel, toch? De Wink is een hybrid in plaats van volledig diesel. Het is het plan om volledig waterstof te laten rijden. Zou wel knap zijn als ze het voor elkaar krijgen, doe. Ja, weet ik, Panto Studios. Er komt inderdaad een Mario film aan, inderdaad. Dat is wel heel erg bijzonder. Oh, vanwege de draaistellen, die sluiten niet goed aan bij de motorwagen. Check, check, check.
Even een beetje remmen alvast. Want deze dingen die kunnen voor me echt niet normaal afremmen, volgens mij. Er zit hier volgens mij geen omroep in, denk ik. Tenminste, voor mij... Ik hoor in ieder geval nog niks. Of ik met SNG van Vlissingen kan rijden vanaf Roosendaal. Het kan wel in theorie. Ja, leuk dat ik nu 100 mag, maar dat ik dan hier vandaan. Hey, Butcher van Nick, goedemiddag. Even kijken, waar kan ik... Ik denk dat ik bij 6 wel prima kan stoppen met dit ding, toch? Zo. Deurtjes open. Sorry, geen dienst. Maar moet jij eens opletten wat ik aan het doen ben momenteel. Ik moet helaas gaan werken, maar tot de volgende. In ieder geval succes, Bo. En in ieder geval succes met werken bedoel ik. En tot de volgende keer. Je hebt 5 bakken. Oh ja, tuurlijk, inderdaad, klopt. In verband met die, hoe heet dat? Je moet die anderen niet meetellen. Dat zijn de motorwagens, zijn dat. Goed opgelet. Ik zag er een in Harlingenhaven. Dat is een mooie plek. Ik geloof jou direct. Ja, wielslip. Deze trein is best wel een beetje knul om te besturen hoor. Dus daar moet je in ieder geval van opletten. Arriva, arriva, André, André, ja! Oh, dit is een sprinter van Vlissingen naar Roosendaal. Thank you very much. Hey, waar is de bolvlek? Oh ja, wacht even. Op naar Sauwert. Cry my Arriva. Zo, de pneumatische remhendel aan de linkerkant van de stuurtafel heeft geen wielslip. Oh, dat is wel een stukje beter, though. Ja, maar er nog niks op YouTube beelden van die rit. Nee, dat klopt, want ik heb hem ook nog niet gereden. Dat klopt inderdaad wel. Maar er is een scenario van, zoals Gek Idee heeft laten zien. Dus dat scheelt weer. Zo, klik. Tempomaat 120, prima. Dan rent hij zo meteen vanzelf al af. Sprinter 6112 richting Vlissingen. Duur van het scenario is een uurtje. Dat gaat me vandaag in ieder geval niet meer lukken. Dat gaat me vandaag helaas niet meer lukken. Ook had ik het graag gewild, maar dat gaat me niet lukken. Treinspotten Zeeland en Joever Cookie en Dutch Compagnon. Nog bedankt voor de follows. Waarom blijft hij nou op 121 staan? Daar kan ik niet tegen. Zo. Ik ben zo terug, even boodschappen doen. Prima. Dat is trouwens, zoals ik zie, de enige op dit moment qua sprinterscenario op Zuidwest-Nederland. Oké, check. Jazeker, Joris. Alle scenario's komen ook op YouTube. Alle scenario's komen op YouTube. Ding, 100. Altijd fijn. Volgend weekend naar ons kampioentje kijken. Oh, je bedoelt naar Max. Maar bedoel je dan via de tv of bedoel je dat je in Amerika bent? Met qua censuur, qua sound alert. Ja, zeker wel. Absoluut. Nee, eigenlijk is de spanning wel een klein beetje er vanaf daardoor inderdaad. Maar goed, kampioen is kampioen. Alleen, ik vond het wel een beetje jammer hoe het in Japan is gelopen. Omdat
Omdat iedereen zo vaag deed over die puntentelling. Van, goh, krijg ze nu wel volledige punten, krijg ze niet volledige punten. Wat is er nou een beetje? Dus ik vond wel een beetje jammer dat het eigenlijk het mooiste was geweest op het moment dat er werd gezegd van Leclerc... ja, dat inderdaad, Jonathan. Eigenlijk was het mooiste geweest op het moment dat ze hadden gezegd van, oké, Leclerc heeft een 5-second time penalty en hij is derde gepromoot. Had eigenlijk het hele stadion had gewoon los moeten gaan omdat... omdat ze dan wisten dat Max kampioen zou worden. Maar het was gewoon stil. Niemand wist ook gewoon wat er aan de hand was. Dus ja, dat was wel een klein beetje jammer, door. Ja, een quizje over punt inderdaad. Ja, zo'n beetje wel. Oké, dames en heren, volgende station, station Sauwet. Sauwet? Ja, wie zou het zeggen? Ja, het was helaas wel een verwarrende boel inderdaad. Vond ik op zich wel jammer. Ik had het gewoon mooi gevonden als het gewoon een dikke ontlading was van heb ik jou daar, weet je wel. Dus ja, maar dat was er niet, want niemand wist ook maar een... Eigenlijk, het was zelfs zo... Dat toen die kerel zei het Engels van bla bla bla. En op een gegeven moment zei hij world champion. En in één keer dat scherm achter. In één keer allemaal world champion erop en dat soort dingen. En mijn vriendin en ik zeiden tegen elkaar van. Dat klopt niet. Dit klopt niet. Ze hebben het fout. En iedereen op Twitter dacht ook van. Huh, nee, dit klopt niet. Ze hebben het fout. De teams dachten ook dat ze het fout hadden. Echt ongeveer iedereen in de hele wereld dacht dat ze het fout hadden. Behalve één persoon bij de FIA zei van, hij is wereldkampioen. Dus dat was echt gewoon zo ontzettend verwarrend. Echt waar. Lol, verkeerde track kan gebeuren. Ik zit wel lekker op de start-finish met mijn vriendin. Holy F, wat nice. Maar jij bent dus echt gewoon in de USA, Nick. Was wel dolens mooi geweest als dat hele kampioenschap gebeuren. Dus meer was genomen naar de USA natuurlijk. Maar dat is helaas niet, maar... Bjorn, je bent mijn idool. Al heel lang. Als ik ziek was, lag ik op de bank je video's te kijken. Hey, u bent nice, man. Hoop dat je nou trouwens niet meer ziek bent. Dat je je wel een stukje beter voelt daarentegen. Maar wel nice. Mooi, man. Dat je gewoon in de USA bent. Dat is wel nice. Wanneer vlieg je dan die kant op, Nick? Want ik neem aan dat het wel een aardig stukje vliegen is naar de USA. Het is niet zeg maar een blokje om of zo. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zo, die even vastzetten. Seintjes werken allemaal goed. Die gelukkig wel inderdaad, ja. FIA be like, deze regel zal toch niet voor verwarring zorgen, toch? Toch? Nou, en hoewel. En of die voor verwarring heeft gezorgd. Mijn god, hé. 7 uur vliegen. Man, wat een eind, hé. Wat een eind. Maandag op dinsdagnacht. Je maakt er gewoon eigenlijk een soort van mini-vakantie van, als ik het zo begreep, Nick. Dat is wel nice. Ruim 8 uur richting de Verenigde Staten. En ik vind 4 uur lang vliegen, vind ik al lang. Laat staan 8 uur lang. Mijn god, hé, wat lang. Zou je niet een ontzettende jetlag hebben of zo? Want de tijden die zijn ook niet om te lachen. Ik kan me voorstellen dat je helemaal kapot bent op het moment dat je in de USA bent. Oh ja, Tycho, dat is nog erger. Dat is echt een rampscenario. Ik wil kijken of ik naar de GP van Vegas kan. Maar de tickets zijn expensive. Daar klaagt iedereen over, Veed. Iedereen zegt hetzelfde. En dat is dat die tickets gewoon zo duur zijn. En dat zijn ze ook. Ze worden ook alleen maar duurder. Ook gewoon met die wereldwijde inflatie die je gewoon helemaal nergens op slaat. Dat is echt heel vervelend. Heb deze maand 57 uur qua werk. Goeiedag, hé. 'S ochtends vroeg weggaan en dan slapen in het vliegtuig. Ja, dat is wel het beste. Maar ja, dan moet je ook maar goed kunnen slapen natuurlijk, hè. Ja, het tijdstip van 6 uur inderdaad, klopt. Maar het is best nog wel veel, hoor. Het tijdstip van 6 uur. Dat is niet om iets te onderschatten of wat dan ook, hoor.
Ja, Daniel, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Omdat we daartoe daar echt heel erg van afhankelijk zijn natuurlijk, hè. Als Europa zijnde. Ik bedoel niet zo specifiek Nederlands. Als in Nederland zijnde, maar... Qua Europa zijn we daar heel erg afhankelijk van. En ja, dat hebben we min of meer onszelf aangedaan. Maar zover ik wel begrepen heb, is er wel een extra gaslijn bijgekomen vanuit Noorwegen, als ik het goed zeg. Dus dat is in ieder geval wel tussen twee haakjes goed. Dan komt er meer gas vanuit Noorwegen. Het is niet 7 uur thuis, aangezien het Midden-Amerika is. Oké. Okay. Nou ja, maar alsnog is het wel veel, though. Wie had gewaarschuwd voor dit? Polen. Dat ben ik niet van op de hoogte. Ik heb er niet heel erg veel in verdiept, in alle eerlijkheid, in die hele gascrisis. Eigenlijk het beste wat je gewoon kunt doen is het nieuws zo min mogelijk volgen. Des te beter dat je je voelt eigenlijk, vind ik. Ook gewoon die wielstoot elke keer zo snel komt, hè. Dat is echt zo heel vervelend is dat. Zo. Welkom in Winsum. Ook is zo'n gehucht. Volgens mij staat het... Nou nee, het station is wel in de stad van Winsum, als ik het zo een beetje kan zien. Dat scheelt dan wel weer. Vaak liggen die dingen gewoon een beetje ook gewoon buiten de stad, eerlijk gezegd. Maar dat is hier niet helemaal het geval. Ik heb zin in knabbelspek. Even kijken. Alleen dat maakt al donders veel lawaai knabbelspek als je aan het kouwen bent. Dan heb je een beetje het idee dat je op effe grintegels aan het kouwen bent of zo, weet je wel? Dat maakt heel veel lawaai. Ik denk dat ik mijn microfoon me bewust even op mute ga houden op het moment dat ik zo'n ding aan het kouwen ben. Want anders is het gewoon echt... Maakt het heel veel lawaai. Ik kan wel een keer mijn microfoon aan laten staan, maar... En voor jou een rem! Waarom is het rem niet voldoende? Ik rem helemaal kapot. Ja, ting. Stomme ATB. Hoeveelste noodremming is dit dan niet in de video, eerlijk gezegd? Ja, het schiet echt niet lekker op vandaag, hè. Het is echt verschrikkelijk. Ja, te veel inderdaad. Ik heb nog nooit zoveel op een dag gehad, joh. Goeie dag, hé. Hey Ian, goedemiddag. Zo. Prutsen. Ja, wel een beetje inderdaad, ja. Ja, ik ben wel echt bezig om die dingen vandaag te verzamelen, die noodremming hoor. Goeiedag, hé, wat erg. Ja, dat is altijd een beetje ingewikkeld. Hey, Nick. Goedemiddag. Buffalo, leuke stationsnamen. Zijn op zich wel leuke stationsnamen. Buffalo. Het volgende station is Buffalo. Wat is er zo leuk aan noodremmingen dan? Nou, eigenlijk, wat mij betreft helemaal niks. Nou, met remmen gaat het wel goed, maar noodremmingen zijn heel vervelend. Even kijken.
Heb je memories over Buffalo, Christian? Hoe dan? Ik weet niet of ik het interieur nu mooi vind of lelijk. Op de noordlijnen van de rivier. Ja, ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Toen wel een beetje meh. Mijn ex woonde in Kloosterburen. Dus moest ik er in Buffalo uit. Serieus, ja? Oké. Dit is Noordoost-Nederland, Jacob. Waar we nu op rijden, in ieder geval. Klak, 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 klak. Ik ben ook dat ik nog steeds een stukje verder moet gaan met die Lord of the Rings serie. Ik heb al best wel wat afleveringen nog niet gezien. Volgens mij kan ik in één keer nu 4 afleveringen kijken of zo, dacht ik zelfs. Nou ja. Ik heb al een paar weken niet gekeken. Even kijken. Dutjes open alsjeblieft. Hoppatee. Waarom staat hier geen sein? Maar er staat hier wel ergens een sein. Aan het einde van de perron moet ergens een sein staan. Waar dan? Oh mijn god, are you kidding me? Is dat daar? Ook lekker geplaatst dat sein, jongens. Hoe dan? Kom maar langs Uithuizen. Even kijken. Wavrum. Uskwart. Uithuizen. Uithuizenmeren. En dan is het Rode School en Eemshaven. Zo. Sein is weg. En een dwergsein. Ja, inderdaad, ja. Het was dus een dwergseintje, was het. Had ik even niet zo snel gezien. Hop naar het mooie Halo. Waar heb jij het dan weer over, joh? Mijn god, hè, die snelheden hier, jongens, is echt gewoon verschrikkelijk. Waarom is het al zo dat je vaak op dit soort diesellijntjes... Hier wil je toch gewoon minimaal 120 hebben of zo? Waarom zou je dat niet doen? Of 100? Maar 80? Ik bedoel, kijk hoe mooi Open dit uitnodigt om hier met minimaal... Ja, 220 of zo overheen te karren. Nou ja, dat is een beetje overdreven, denk ik, maar... Ik bedoel, je kunt er toch veel mooiere snelheden op hebben, lijkt me. Of ben ik nog gek? Ja, sowieso, maar... Oh, in versie Z krijgen we een betere diesellijn. Hoe bedoel je een betere? Qua snelheid, of? Ja, maar kost te veel stroom. We rijden op diesel. Telt niet. Oh ja, Leeuwarden-Groningen inderdaad. Klopt inderdaad. Daar komt ook natuurlijk nog bij, hè? Daar kijken we wel naar uit.
Ja, dat kan prima, Stefan 220. Ik bedoel, zit al voor je dat je hier gewoon een ICE overheen laat gaan? Of een jet train? Dat kan prima. Ik zie geen probleem in alle eerlijkheid. Nee, Joris Dordeman staat uit. Omdat ik, anders krijg ik nog meer noodremmingen dan dat nodig is. Mijn hele toetsenbord is ook gewoon vet door die, knabbelchips. Christian, dit is weer een gele kaart voor je. Dat begrijp je ook wel, hè? Of niet? Oh, sue me. Oh, yes. hoop tegentrainen vandaag. Ja, klopt inderdaad. Zijn er best wel wat, hè? Ook gewoon heel weer wielslip, jongen. Wachtelijk. Daar zijn dus de spitstrein. Oh, wacht even. Ik heb de ruitenwis aangezet. Dat is niet nodig. Björn, wat is de leuk en de minst leuke scenario wat je ooit deed? Oh jeetje, Mina. Dat is heel lastig om te zeggen, treinspot in Nederland, want ik heb zo belachelijk veel scenario's gedaan. Ik heb oprecht geen idee. Volgende halte Castricum, echt waar. Ik kan nu een heel opzering gebaar maken, Stefan, naar de camera. Maar goed, dat is misschien niet handig om nu te doen. Let's go! De winkjes waren in de spitstrein, oké. Okay. Dat kan, zie ik toch niet. Oh jee. Dan heeft het ook geen zin. Zo. Welkom terug, Europee. Audio only, oh yes. Hé, ik heb de cruise control aanstaan. Hoe kan hij nog sneller rijden dan? Cheats. Oh, dat klinkt op zich best wel verleidelijk in alle eerlijkheid. Ik zou zeggen ja, doe maar. Niet voor jou, Christian. Het is alleen voor grote mannekes. De cruise control van een GTW werkt niet heuvelafwaarts. Oh. Oh, je bent 1,91 meter. Dan ben je echt gewoon, wat is het? Dan zal je heel iets groter dan ik zijn, denk ik. Oké, okay, zometeen komen we aan op Uskwerd. En dat is een heel rare plaatsnaam, Uskwerd, maar goed. Geen wifi in de trein. Nee, geen wifi in de trein? Walgelijk. Hoe durft ze tegenwoordig een trein aan te bieden? Nee, klopt. De McDonald's die bezorgt hier inderdaad niet, gek genoeg. Terwijl het gewoon hier letterlijk in een straal van, wat is het? Hemelsbreed. Misschien net 1,5 kilometer van ons vandaan is of zo. Het eerste station met een Q. In de naam bedoel je, of? Trouwens, zit geen wifi in de ICR en de SLT. Ik zou een aanklacht indienen tegen NS. Ik vind het gewoon niet in de huidige tijd kunnen dat je in de trein zit zonder wifi. Overal moet wifi zijn.
twee shinies, oh is. Jij zit op de wifi in de trein. Oh mijn god. Toen het net begon met wifi in de trein was alles zo dramatisch traag. Was echt verschrikkelijk. Maar lekker cargo nog voorbij. Altijd tof. Buffert die op audio. Ja, zo erg is het inderdaad. Ja, dat is gewoon erg. En geremd zonder wheelslip. Nice. Ja, gewoon wat ik standaard altijd heb, mag je wel doen. Dat is even met de kipkluis, meen ik. Hoe kan het dat er in de ICM wel wifi zit en in de SLT niet? Ja, waarschijnlijk dat ze de intercities belangrijker vinden dan de sprinters. Denk ik. Stopcontact in de trein. Dat was in de IC Berlijn gewoon heel normaal stopcontacten. En die stoelen van de IC Berlijn staat... Oh, echt Stefan, shut up. Maar in de IC Berlijn had je stopcontacten zitten. Die stoelen zitten super lekker. Dat vind ik op zich wel heel belangrijk. Oké, op naar Uithuizen. Rijd gewoon door, inderdaad, ja. Maar de... Ian, bedankt voor de follow. Oh. Oh nee, ja, dan krijgen we dit weer. Oh my god. Kom op, rijden. FBI, open up! Ja, oké, dankjewel, ik ben wakker. Ook al zou je zeggen van niet. Haal die rem daar vanaf, dammit. Dank u. Noodrandom af van vandaag. Ik blijf ze ook gewoon verzamelen wat dat betreft. Wat ernstig. Werkt trouwens de Bliefjesbot wel, by the way? Ik heb niet dat het ding aan het slapen is, namelijk. Kan iemand... wacht even. Oh wel, hij werkt wel. Oké, never mind. Hey, hoe lang zit ik in de stream eigenlijk? Boah, wat lang gek. Nootjesrem inderdaad, ja. Ja, dat zou, als buitenlander geloof ik dat direct, dat ze vragen van waar zitten de stopcontacts? Ja, die hebben we niet. Ja, maar Rupke die streamt ook wat vaker OSRM, hè? Dus dat is op zich wel logisch. Er zijn mensen bij Rupke die zitten volgens mij over de 2000 uur of zo, meende ik. Ik stream daarentegen ook wat minder dan het Rob dat doet. Net zoals dat, ja, want ik doe natuurlijk meer met jouw tube. Met jouw tube of onze tube? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat geloof ik, Stefan, want die firma's zijn allemaal gerenoveerd. Dus die hebben inderdaad wel een mooi stopcontactje erin zitten. Mijn tube, jouw tube, onze tubes. Nou, lekker doorkachelen, zo of niet soms. De ICNG krijgt stopcontact in de tweede klas. Dat is nog beter zelfs. Ongekend. Ja, allemaal ongekend. Even een beetje remmen alsjeblieft. En dan is het volgende station... Uithuizen of Uithuizen. Terwijl hoe het uitgesproken wordt. Over 3 minuten is het 5 uur. Bij mij over 2 minuten. Aha.
Veer is nog het laatste NS-materieel wat de eerste en tweede klas geen rood en blauw is. Nou, deuren dicht, tractie erop en we remmen weer. Ja, overwegstoring. Hey. Mau is Stefan aan de weg. Aan het wegjagen uit Noord-Holland. Dat blijkt inderdaad, ja. Zo, netjes aan het einde van de bron gooien dat ding. Als hij wil remmen in ieder geval. Lekkere vertraging. Oh my god, ik zie het inderdaad, ja. Ja, hier krijgen we geen goed vinkje voor in ieder geval, dat weet ik zeker. Komt het door die zoveelste, door die 20 miljoenste Noordrem die we gehad hebben. Oh, heb je een overwegstoring? De overweg is nooit dicht gegaan. Oh ja, dat is een storing inderdaad, ja. De overweg is gestoord. Wel een vinkje? Waarom hebben we hier een vinkje voor? Nou ja. We hebben gewoon kasten vinkje gekregen, jongens, hiervoor. Interesting, indeed. Oké, nu gaan we naar Oethoezemeerden. Oethoezemeerden. Ook gewoon nog 3 kilometer verderop, hè. Ik dacht gewoon dat ze 1 keer tractie geven en je bent er, maar dat is helemaal niet zo. Björn, ik wens je het beste. Ik ga er vandoor tot de volgende keer, maar doei. Is goed, Treinspotters Zeeland. Tot de volgende keer. Leuk dat je even erbij was. Oh, lekker door de bossen inrijden. Mooi, man. Zoveel groen en zoveel diesel. Even kijken. Ik ben met... Een kwartiertje ben ik klaar. Zo ongeveer. Even kijken, dan worden de bomen maar grijs. Nou, ziet de bomen nog groen uit. Wat is het verschil tussen Train Simulator 22 en Classic? De naam. Precies zoals Tigo het zegt, is een andere naam. That's it. Voor de rest maakt het allemaal helemaal niks uit, eerlijk gezegd. Qua graphics en dat soort dingen blijft allemaal gewoon hetzelfde. Ja, tot zover de verschillen. Dat was het. Hé, hey, waarom krijgen we geen waarschuwing voor dat gele zijn wat we net hadden? Oh ja, het logootje, dat is heel belangrijk inderdaad. Ja, het logo is anders. Waarom krijg ik geen waarschuwing dat het volgende zijn op rood staat? Het volgende zijn staat er op rood als het goed is. Of juist net niet meer. Aha! Nou heeft hij het door. Oh, een brandalarm, dat is ook niet goed. Zo. Even netjes neerzetten in dat spul. Even kijken wat dat geen mail te zeuren.
Squirrel is live. Oh, nice. Kunnen die zometeen even een raid geven? Bummy! Goeiemiddag. Welkom. Leuk dat je er bent. Hallo allemaal. Wat leuk dat je er bent. Ben je voor het eerst hier? Of ben je al bekend? Ja, ik kan Duits. Oh god. Een leuke historisch spel. Oh ja, Microsoft Train Simulator. Mijn god, dat is me. Legacy van heb ik jou daar. Oh, nu gaat Stefan in één keer. Wat is er aan het poortje? Of duurt het zo lang voordat mijn stream bij jullie aankomt? Kan ze de Duits erzählen? Nein. Das geht nicht. Aber, ja, das geht ja. Aber mein Stream ist in Holländisch. So, ich kann nicht nur Deutsch reden. Das geht ja nicht. Ich kann wohl ein bisschen Deutsch reden, aber nicht die ganze Zeit. De verstandskiezen zijn echt fataal geworden, denk ik. Ja, no. Nee, denk ik. Toch? Ja, nee, doe een gokje. Oh. Nee, dat zeg ik net, Cleo. Ik zeg net van... Het is een Nederlandse stream, voornamelijk in Engels. Dus ik ga niet de hele tijd Duits praten. Dat wordt een klein beetje lastig. Nein, Bami. Ich fahre jetzt das letzte Szenario. Hoeveel Nordrem heb je al gehad? Een stuk of 8 of 9 of zo even uit mijn hoofd. Wat is het toch vlak? Ja, echt wel. Ik denk ook elke keer weer te snel. Dat is ook heel irritant. En zometeen zijn we in Rode School. Als je vlak wil zien, dan moet je maar eens gaan kijken. Als we meteen in Eemshaven zijn, dat is pas erg. En wat wordt de titel van de video? Langzaam rijden. Een strijkijzer, ja, dat is ook vlak inderdaad, ja. Wat voor afslag is dit dan eigenlijk waar we nu langs gaan? Oh, dat zou richting Rodenschool Oud gaan. Oké. Okay. Ik weet niet wat Rodenschool Oud is in alle eerlijkheid. Of dat een oud station is, ja of nee. Oh, 2016. Oké. Okay. Nee, niet Wormerveer. Zo. Even netjes stoppen. Chinatown. No. Even kijken. Dit is ons ene laatste station. Dus vanuit hier gaan we door naar de Eemshaven. Dat ligt... 7 kilometer verderop. Nou ja, we mogen wel weer 80 rijden. Joepie. Daar ben ik heel blij mee. Maar goed, je moet wat.
Ook wel grappig, die klepjes hier. Die elke keer een beetje op hetzelfde maatje plop, 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 plop doen. We hebben in deze video nog één ding niet gehad. Ja, dat maakt niet uit. Laat maar gewoon zitten. OSRM. Weg. Dat inderdaad. Dat wordt weer knippen. En plakken. En dan zou je denken, dan mogen die helemaal de jet kapot spelen en dan... Oh, wacht even. Dat wordt opgevangen, dacht ik, of niet? Harry schop in de trein, inderdaad, ja. Zo. Even kijken. Nou, als hij nou maar een beetje... Weer niet te snel... mag wel in Groningen. In Groningen mag alles. Kijk, dat zijn het rangeren. Dit valt me trouwens nu pas op. Dat hier rangeren staat. Dat is me nu echt pas net opgevallen. Pas op dat je niet wordt ontspoord door de aardbevingen. Oh god, ja, dat ook inderdaad, ja. Dat is ook weer nog een dingetje, hè, die aardbevingen. In Groningen gaat op den duur het dak af. wieso het doen... Bummy, of jij bent zo'n persoon die Google Translate gebruikt. En die gewoon prima kan verstaan wat ik zeg. Want ik heb een beetje het idee dat... dat hier zo'n Google Translate gevoel achter zit. Dus ik wil je vriendelijk verzoeken daarmee op te houden. Als het niet nodig is. Oh, dat is ook weer zo'n... Dit zou waarschijnlijk wel een brug zijn geweest of zo. Dit was een brug, maar nou niet meer. Bummy, laatste keer. Anders wordt het een time-out. Want... Jouw Duitse grammatica die klopt namelijk niet. Dus laatste waarschuwing, anders word je getimed. Ja, een nooit afgemaakte weg zou ook kunnen inderdaad, ja. Dat lijkt me ook wel wat typisch iets inderdaad, ja. Oh, hier staat dan voor mij is het wat... dit lijkt een beetje cargo-achtig wat hier staat. Een dijk voor overstromingen zou ook altijd nog kunnen, inderdaad. Absoluut. Ja, prima, Chris. Even kijken, we zijn bijna bij Eemshaven. En dan denk ik dat het wel leuk is dat wij... hoe dat? Dat wij zometeen nog een raid gaan doen bij Skrull. Want die... dat is volgens mij wel leuk om hem een raid te geven. Want dat deed ik de vorige keer volgens mij ook. Dus dan doen we deze keer ook eventjes weer. Dus gaan we daar ons eventjes op voorbereiden. Even kijken. Voor mij is die toch... Ja, die is volgens mij wel aan het... aan het streamen, zover als ik kan zien. Oh ja, die is snowrunner aan het doen. Oké. Okay. Ook wel geinig. Niet de zee in met een GTW. Nee, dat is op zich. Dat is niet de bedoeling om de zee in te gaan. Oh, ik rijd trouwens te snel. Waarom heeft de ATB er niet ingegrepen? Vreemd. Ja, oké. Okay, lekker op tijd, vriend. Goeiedag, hé. Gaat de bot van 60 voorbij? Ding! Ja. Is goed, Joris. Tot de volgende keer. En bedankt voor je aanwezigheid.
met de BTW in de zee gegaan. Oh, is... Ja, top ATB inderdaad. Ja, super tof, man. Dan kun je echt wat meer. Ik snap trouwens ook het nut niet. Waarom staat er een sein hier voor een station? Het station heeft toch maar één perron, dacht ik, of niet? Eemshaven. Of heeft Eemshaven meerdere perrons? Nee, het is maar één spoor. Wat voor nut heeft het dan om hier een sein neer te zetten? Je bent sowieso al genaaid als hier een trein achter je rijdt. Ja, extra veiligheid. Anders het hele stuk 40. Oh ja, dat zou je ook niet willen inderdaad. Dat lijkt me echt heel vervelend. Oh, geel is nodig. Ja, dat zou wel kunnen. Maar gek genoeg was het zijn gewoon groen. Nou, hoe dicht kunnen we in de buurt komen van dat ding? Oh, nou ja, never mind then. Ik had de rem nog erop staan. Alright! Dat was hem. Netjes aangekomen in Eemshaven. Wel met een keer een noodremmetje, maar voor de rest netjes op tijd.